Joye Bedrijven zal dit jaar samen met het districtscommissariaat van Kommerwijde de Pagara Estafette op het Veerplein organiseren. Het evenement dat vorig jaar is geïntroduceerd door Jercon NV moet elk jaar gehouden worden, vindt directeur Enrique Ralim van Joye Bedrijven. De voorbereiding is reeds in volle gang. De Pagara Estafette wordt op zaterdag 29 december gehouden. Ralim vertelt meer over het programma. Om te starten, om het programma of een beetje door te geven. Van 12 tot 2 hebben we de Pagara Estafette hier op Veerplein Meerzorg. En daarna vanaf 2 uur tot 5 uur hebben we natuurlijk de jongeren die ook creatief bezig zijn geweest met hun soundinstallatie. Die zullen ook een heel prachtige show hier weggeven. We hebben ook nog de Zumba dancers die ook onder leiding van mevrouw Jessica, die gaat ook hun bijdrage leveren. En daarna de muziekformaties tot in de ochtenduurtjes om 2 uur. En voor dit jaar hebben we het Nederland Kankan 3 op ons programma staan. Wat is de rol van het commissariaat in de hele organisatie? Het commissariaat heeft de lead in deze, maar het project wordt natuurlijk ook samen met het bedrijfsleven, met als hoofdlid de Joye Bedrijven Groep, georganiseerd. Het commissariaat die heeft natuurlijk ook nog de lead over de uitnodigingen voor de Pagaras. En dat is bij hun, de registratie van de etentjes gaat ook via het commissariaat, want daar gaan de vergunningen en noem maar op ook nog plaatsvinden. Om het aantrekkelijk te maken voor de bezoekers zal het Veerplein worden schoongemaakt en versierd. Zo zijn er afspraken met de boothouders om de steiger en de omliggende bomen een verfbeurt te geven. Ook helpt Openbaar Groen om het Veerplein schoon te houden, zegt Ralim verder. Zolang er geloof is, hoop, dan zal je merken dat ontwikkeling ook zal komen. Dat is mijn motto. En ik zeg van als we dit willen bereiken, gaan we dit alles samen gezamenlijk moeten doen. Ongeacht of je nou middel, klein, groot bedrijf bent of je een individu bent. Zolang je goede initiatieven hebt, zolang je je hart op de juiste plek hebt voor je district komen wijnen, dan zullen we met z'n allen een bijdrage moeten leveren. Het is al gestart met het kerstboom op initiatief. Let wel op initiatief van het bedrijf, Joye Bedrijvengroep NV. Want wij financieren dat alles, want ik hoor geruchten van dat het van de staat is. Dat klopt helemaal niet. Laat me dat gelijk ontzenuwen. Het is op initiatief van ons, is onze creativiteit. En we hebben getracht om het daar te plaatsen. Dat was directeur Enrique Ralim van Joye Bedrijven over de Pagara Estafette die op het Veerplein in Kommerwijnen gehouden zal worden op 29 december.